some leaky cord in the house. Mr. Drake, what are your expectations? And please answer in a second. Met een roosje nog genoeg in handen. Hoi Rick. And we are really happy to have Lolandada from Upside doing the audit today to be the official award presentation on our stage for us today. Ladies and gentlemen, put your hands together. Here's your podium today. Here's Antje. Goed, Nicolas, vertel eens, hoe is de dag verlopen? Het resultaat was al steeds heel meegevallen in de eerste plaats. Ja. Is dat al hier voorop gesteld hebben? Kun je misschien een keer vertellen wat het koersverloop was? In eerste geval zijn we alle twee tevreden met de negende plek. Zeker als je ziet tussen wie dat we eigenlijk allemaal al staan, is het wel mooi. De wedstrijd liep eigenlijk voor ons twee eigenlijk heel goed. De start ging zo heel snel. We hebben eigenlijk snel ons tempo gezocht. De grote groep is laten rijden eigenlijk. Een goede 20 kilometer kwamen we al terug bij een kleine groepje met twee Merida teams, nog twee andere teams. Een team van Manny Heemans. Met wat geluk zaten we dan juist op een heel snel gedeelte dat we eigenlijk met deze grote groep konden schoen konden ronddraaien eigenlijk. En zo direct nog twee, drie teams konden inhalen, zoals het team van Bentjes, het team van de Bertolis. En op het einde, op 40 kilometer van de meet zelf nog
met Nina Schoot en Vogel is natuurlijk wel zeker wel de moeite. Maar daar krijg je wel een boost van ofzo. Dus, in het begin ging het bij mij heel goed. Een heel goed gevoel in de benen, ook bergop voelde ik me echt goed. Tot de laatste eigenlijk 20 kilometer toen mijn drinken eigenlijk op was. Dan kwam er nog op die trailspoor, 7 kilometer langs de treinbaan. Dat was niet alles dat ik hoopt. Dat was zeker dat zo de laatste 20 kilometer was mijn drinken eigenlijk op. En ik heb er gehad nog een drie kwart bussen, die hebben we zo wat verdeeld. Maar ja, het is iedere dag dat gevoel zo wat begint te krijgen, dan weet je dat het moeilijk dat je wel een krijgt gaat. Dat geparkeerd staan of zo. En toen kwamen we eigenlijk met een groepje met vier teams. En het gedeelte met die 7 kilometer dat je midden in het spoor moest trainen, dat echt niet bij gelukkig dat we een foelie hadden, want anders echt heel zwaar. Maar ja, juist naast dat spoor moesten we nog 5 kilometer doen met nog 1 kilometer bergop. En ik stond eigenlijk volledig geparkeerd en hebben we het groepje moeten laten rijden. Ja, op zich wel. Een groep met Brandjes, een groepje met Hannes Schenzen van Merida en zo. En op zich wel jammer, want ja, die reden voor de eerste van die groep is dan zesde geworden. Dus op zich is dat een beetje jammer, maar we weten wel dat we mee kunnen met die mannen. Dus, en qua tijd hebben we dat niet zoveel verloren, misschien een halve minuut of zo. Op zich hebben we eigenlijk algemeen wel een goed wedstrijdgevoel gehad. Dat is wel belangrijk. We weten tussen wie dat we kunnen rijden en zo, en dat is wel hoopgevend. Dat is hoopgevend voor morgen en voilà. Goed. Lessen leren uit vandaag, meer drinken. Het is dat. Morgen gaat dat heel goed. Dank u wel. Kevin, vertel eens vandaag, een 9e plaats. Tevreden daarmee? Moet je er een woordje uitleg over geven? Ja, toch wel. Als je ziet welke deelnemersveld hier aan de start staat, is in de 9e plaats zeker geen slecht resultaat. Spijtig genoeg had er misschien net iets meer in gezeten, want de laatste 4-5 kilometer zat Nicolas erdoor dat hij te weinig gedronken had. En we reden toen in een groep die voor de 6e plaats aan het strijden was, maar al bij ons toch zeker tevreden met deze 9e plaats. Wordt er tactisch gespeeld in de bevoorradingszones, met dat er geen assistentie mag gegeven worden van de ploegen uit? Vandaag hebben we nog niets tactisch gezien eigenlijk, maar misschien dat eventueel bij materiaalpech of bij belangrijke passages wel nog zo kan gebeuren, maar voorlopig er wordt afgesproken of er gestopt wordt of niet, en als er gestopt wordt dan wordt er ook wel gewacht tot als iedereen terug is, voordat er doorgereden wordt. Over het algemeen is de indruk dat het parcours goed was en het resultaat, de 9e plaats, is vrij goed, zeker met de kleine terugval van Nicolas op het einde, dat geeft vertrouwen voor morgen. Ja, toch wel. Ik denk dat we de volgende dagen gaan proberen om proberen hetzelfde resultaat te halen, of misschien nog beter. Want we weten nu dat we mee kunnen met de topploegen, dus hopelijk zit er de volgende dagen met dezelfde mee. Oké, merci.